En wel, het lijkt erop dat jij zondag in de basis gaat starten tegen FC Twente. Als je naar deze partij kijkt, naar de hesjes, dan heb je het heel goed gezien. Als je dan de trainingsveld oploopt en je krijgt zo'n hesje, wat gaat er dan voor gevoel door je heen? Niet heel veel bijzonders natuurlijk. Ja, het is met de buurt, maar ik weet hoe het is om met de jongens te spelen en om met ze te trainen. Dus ik deed gewoon mijn ding en volgens mij is het gewoon prima. En maar nou ga je in een vol stadion spelen in plaats van een veldje op Corpus den Hoorn. Ik heb natuurlijk een half jaar bij Dordrecht gespeeld en hebben op het Kasteel gespeeld in het Radverlegstadion. Dus ik weet hoe het is om in een vol stadion te spelen, deze net iets groter. Maar het zal niet heel bijzonder voor mij zijn. Oh, dus de zenuwtjes die komen zeg maar niet naar boven? Ja, tuurlijk is het gezonde spanning, want we spelen ook nog voor de play-offs, dat komt er ook nog bij kijken. En het is mijn debuut natuurlijk, er zal iets meer spanning zijn. Maar om in een stadion te spelen, daar ben ik niet bang voor. Speel je zondag tegen Twente, een angstgegner voor jullie? Een wedstrijd die jullie moeten winnen om de play-offs te halen. Wat weet je van FC Twente? Natuurlijk een dodelijke spits. Een aantal huurlingen die erg gevaarlijk zijn. En een middenveld met veel voetballend vermogen. Maar daar hebben wij natuurlijk ook kwaliteit tegenover staan. En we hebben twee fantastische spitsen. Gewoon een stabiel middenveld, stabiele verdediging en een fantastische keeper. Dus we beginnen met 0-0. Ik denk dat onze kansen gewoon erg groot zijn. En zoals je zegt, een dodelijke spits, Ener Zonal, die zich prima ontwikkelt daar dit seizoen. Hoe kun je zo een het beste afstoppen? Ik denk dat je er gewoon kort op moet zitten. Die jongens hebben vaak vanaf die achtergrond een kort lontje. Dus als je die gewoon aanpakt, dan denk ik dat wij daar weinig problemen van zullen ondervinden. Het lijkt er wel op dat als jij in de basis gaat starten, dat Celina jouw directe tegenstander is. Wat weet je van die speler? Zoekt de actie naar binnen, rechtsbenig. Wil veel naar binnen komen en schieten. Dus daar ben ik op voorbereid. En dan zullen we het zondag gaan zien. Kijk je dan ook op beelden van Celina bijvoorbeeld voor de wedstrijd? Ja, tuurlijk. Je doet er alles aan om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden. En daar hoor ik onder andere beelden kijken bij. Hoe kun je zo in het beste afstoppen? Hetzelfde als bij UNAL. Gewoon heel kort zitten. Niet laten draaien, want dan zijn ze gevaarlijk. En ik denk dat ik fysiek sterker ben, dus ik zal het in de onderlinge duels gewoon moeten laten zien. Feyenoord die moet tegen Heracles, die spelen de kampioenswedstrijd tegen Heracles. Jullie moeten naar Twente, die eigenlijk nergens meer voor voetbal, die voetballen alleen voor de heer. FC Twente en Heracles, dat is een beetje burenruzie natuurlijk tussen elkaar. Dus je zou eigenlijk zeggen FC Twente die zit liever Groningen de play-offs ingaan dan Heracles. Dus zou je dan ook denken dat ze hier een beetje helpen? Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als ze de 3 in eigen doel schieten, maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk dat we het gewoon zelf in eigen handen moeten hebben en die wedstrijd gewoon winnen. En wij gaan er vanuit dat Feyenoord gewoon het kampioenschap pakken, dus dan zal Heracles gaan verliezen. En dan staan we gewoon in de play-offs. Wat verwacht je van een wedstrijd? Ik denk niet dat het direct een hele open wedstrijd gaat worden. Maar dat er op een gegeven moment, als de stand gelijk blijft, risico's moeten worden genomen. Dus ik zal gaan kijken. Dankjewel, jongen.